Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Wolken en zon wisselen elkaar in de ochtend af boven Nederland, maar met name in het zuiden komen veel wolken voor. En de meeste zonneschijn zien we in het midden en noordoosten van het land. Verder later in de ochtend kan er dan in het zuidoosten en noordoosten een enkel buitje voorkomen. De temperatuur ligt rond een graad of 18 en daarbij staat de stevige zuidwestenwind en zee soms eventjes krachtig. Vanmiddag komen er in het binnenland wat meer buien voor, loopt de temperatuur op naar 19 tot 22 graden en staat er vooral aan zee een harde zuidwestenwind, bovenland is die meestal matig. Vanavond is het dan op een enkel buitje na in de kustregio is droog en er schijnt ook af en toe eerst de zon waarna het uiteindelijk ook verder opklaart. De wind neemt iets in kracht af en de temperatuur ligt dan rond 18 graden. Morgen verandert er eigenlijk heel weinig, zijn er wel iets meer buien, maar dan ook kans op onweer, maximaal tussen 18 en 21 graden en iets minder wind dan vandaag. De komende dagen dan blijven wolken en buien elkaar afwisselen. Er zijn ook perioden met zon. Maar het is wel koel cool voor de tijd van het jaar, met 17 tot 19 graden. Pas richting komend weekend dan wordt het wat droger en loopt de temperatuur wat op. Maar de wind komt vanuit het noordwesten, dus we blijven gevoelig voor wolkenvelden. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.